Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en in deze video heb ik voor jullie weer eens een shopblog. Ik heb deze keer weer lekker geshopt bij de Pull&Bear en de Bershka. En ik heb echt mega leuke items uitgekozen. En die ga ik in deze video aan jullie laten zien. Ik heb hier de zakken naast me liggen. Ik heb namelijk als eerste de bestelling van de Bershka. En dan heb ik hier de bestelling van de Pull&Bear. Ik ga ook lekker beginnen met het pakketje van de Pull&Bear. Aangezien ik mega benieuwd en excited ben naar deze items. Ik heb het pakketje van de Pull&Bear ook pas vandaag binnengekregen. Ik heb het pakketje van de Bershka gewoon al een tijdje in huis liggen. En ik weet wat er allemaal in zit en hoe het staat. Maar bij de Pull&Bear weet ik het nog niet. Dus laten we gaan beginnen met de Pull&Bear. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens meer wat ik allemaal heb besteld. Want ik heb best veel besteld. Heel veel leuke zomeritems ook nog. Oké, deze verpakking is heel irritant. Maar oh my god. Ik kijk dus nu letterlijk in de tas. In de verzendzak. Kijk even hoe mega leuke items. Oh my god. En dit zijn dan alle items. Vooral hele leuke kleurrijke items. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we gaan beginnen. Ik heb van alles en nog wat besteld bij de Pull&Bear. Maar we gaan beginnen met een topje. Dat is namelijk dit corset topje. Volgens mij is het een corset top. Ik vind corset tops echt super leuk. Dus ik vond deze echt geweldig. Ook vooral door de kleur. Hij heeft volgens mij wel een rits aan de zijkant. Ja, hij heeft aan de zijkant een rits. Super makkelijk. Dan krijg je hem iets makkelijker aan, denk ik. Ik heb hem ook in een maatje S besteld. Omdat ik dacht van een XS wordt misschien iets te klein. Dus de allereerste top is deze. Ik heb hem dus in een maatje S. Hij kost €19,99. De prijs staat er niet op, maar ik heb het even opgezocht. We gaan gelijk door met nog een corset top. Dat is namelijk deze. Maar ik moet jullie zeggen, deze is echt... Ik vind dit helemaal niks. Ik had dit zo anders verwacht. Het is zo'n dun stofje. Het voelt echt heel erg slecht aan, als ik dat even eerlijk mag zeggen. Ja, je kunt het misschien zo wel zien. Het stelt echt niks voor. Ik denk ook dat deze heel erg doorschijnt. Het is dus een soort ja, net stofje eigenlijk. En dan heb je in de binnenkant nog wel een onderstofje. De kwaliteit vind ik helaas bij deze iets minder. Ik moet ook zeggen dat ik hem nog best wel klein uit vind zien. Dus ik weet überhaupt niet of ik hier wel in kan. Of in pas. Want deze heeft geen rits of iets. Dit is echt gewoon een soort bandeau top. Ik vind het niet echt een corset top. Ik vind het zo ook echt meer lijken op een bandeau top. Je kunt zien met de grote sticker. Ik heb hem ook in een maatje S. En de prijs staat hier ook niet op. Maar deze kost €15,99. En die witte top heb ik ook in een andere kleurprint. Deze vind ik wel iets beter uitzien. Maar dat komt denk ik ook omdat die andere natuurlijk wit is. Dus dat schijnt heel erg door. Maar deze is in principe qua kwaliteit wel hetzelfde. Al vind ik deze er wel leuker uitzien. Maar dat komt gewoon door de kleurtjes. Lekker vrolijk. En het printje zijn dus allemaal leuke bloemetjes. Ja, ik vind het er gewoon super leuk uitzien. Deze heb ik dus ook in een maatje S. En kost ook €15,99. Dan gaan we door met iets waar ik echt mega excited voor ben. Namelijk een bikini. Ik heb gewoon een bikini gekocht van de Pull&Bear. Ik vond deze er zo mega leuk uitzien. Ik had hem ook bij iemand op TikTok gezien. En toen dacht ik, ja, ik was weer geïnfluenced, zoals altijd. Maar ik vond het zo leuk. Ik moet wel zeggen, ik vond het heel lastig qua maat. Ik heb dus echt geen idee welke maat ik heb. Bij de Pull&Bear en zo vind ik het altijd lastig qua maat. Want sommige dingen vallen heel klein, heel strak. Sommige juist heel oversized en groot. Dus bij deze bikini wist ik het ook niet zo goed. Maar ik ben gewoon gegaan voor volgens mij een maatje S. Ja, in het broekje en het topje heb ik een maatje S. Dit is het topje. Ik vond hem zo leuk. Kijk even naar die print en die kleurencombinatie. Dit is toch geweldig. En het lijkt alsof hier zeg maar iets harder zit. Maar het is gewoon zo gedrapeerd. En je kunt ook de bandjes los doen. En dan kun je ze hier voor hangen. Kijk, en hij sluit dus met zo'n sluiting. Er zit ook padding in. Ik vind het zelf altijd heel fijn, maar je kunt het er ook uithalen mocht je dat niet zo fijn vinden. Kijk, hoe leuk zien die kaartjes er ook uit. En ze hebben hier ook verschillende kaartjes bij zitten die er echt super leuk uitzien. Kijk, en zo kun je dus verschillende manieren zien. Ik vond deze manier heel leuk en die daarboven vond ik ook heel leuk. En daarbij hoort natuurlijk ook een broekje. En dit is het bijpassende broekje. Deze vind ik ook zo leuk. Ik vind gewoon dit printje echt helemaal geweldig. Ik weet alleen niet of ik er wel bruin genoeg voor ben. Maar eigenlijk boeit dat ook niks. Je moet gewoon dragen wat je zelf leuk vindt. Deze heeft dus van die strikbandjes. En dit is verder de achterkant. Ik denk ook wel dat deze niet heel erg cheeky is. Ik denk dat het nog best wel veel bedekt is. Dus dat is ook wel fijn. Het bikinibroekje kost €9,99. En het topje kost €12,99. Dus ook echt geen geld voor een leuke bikini. Nu we nu toch bij de bikinis en de zwemstrand.
irritante kleding zijn, heb ik ook een mega leuk jurkje besteld. Misschien komt hij jullie wel bekend voor. Ik heb hem ook al meerdere keren voorbij zien komen op TikTok. Even kijken. Oh, hij zit zo. Dat is namelijk dit hele leuke jurkje. Kijk even die kleurencombinatie. Ik vind het helemaal geweldig. En hij heeft dus een open rug. Superleuk. Hij schijnt dus al heel erg door. Het is echt een beetje gehaakt eigenlijk. Maar dit is ook gewoon echt een jurkje wat ik over mijn bikini zou doen. Bijvoorbeeld de bikini die je net zag. Ja, dat vind ik er gewoon superleuk uitzien. Dus ik weet ook niet of ik hier try-on beelden van ga doen. Want het schijnt best wel erg door. Maar ik vind het wel gewoon een heel leuk idee. Gewoon ook lange mouwtjes. Ik zit alleen een beetje met de struggle of ik dit überhaupt wel ga dragen nog. Omdat ik op vakantie ben geweest. En dit is echt een item wat ik alleen op vakantie zou dragen. Ik zou hier echt niet zo mee buiten de deur gaan of zo. Dus ja, het is een beetje een lastig ding. Want ik vind hem super leuk. Ik wil hem houden. Maar ik ga hem niet dragen meer deze zomer. Dus ja, wat doe je dan? Ik heb hem in een maatje S en hij kost €29,99. Dan heb ik echt een geweldige set gekocht. Of in ieder geval, ik hoop dat hij leuk is. Ik heb hem natuurlijk nog niet gepast. Het is namelijk een heel leuk setje met een broekje en een topje. Oké, bij de aanbieder kun je deze denk ik het beste zien. Maar dit is het topje. Het is dus zo'n one shoulder en dan heeft hij lange mouwen. Hier bij de mouwen loopt het ook wat strakker. Verder heeft hij aan de onderkant ook een touwtje en ook aan de andere kant. Daarmee kun je hem iets strakker trekken denk ik. Of het zit er gewoon voor de lol. Ik heb geen idee, dat zullen we zien bij de aanbeelden. En verder is het dus een bruin kleurtje, een beetje roestbruin of zo. Ik weet niet, ik vind het een heel leuk kleurtje. Ik weet niet alleen of het mij staat, maar ik vind het leuk. En dan heeft het een beetje zo'n bohemian print. Zo kun je hem goed zien. Dus als eerste hebben we hier de top. En die heb ik in de maatje S. En die kost €19,99. En dan gaan we gelijk door met de broek. En dit is de broek die erbij past. Het is dus zo'n lekker lange broek. Zo'n lekker lange wijde broek. Aan de voorkant heeft hij een strikje. En verder is de print gewoon helemaal hetzelfde als het topje. Ik vond het ook echt geweldig. En op de site vond ik het ook heel leuk uitzien. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze staat. Deze heb ik in een maatje S. En kost €25,99. Dan gaan we door met het volgende item. Dat is namelijk dit hele leuke witte blouseje. Ik heb echt geen idee of het iets voor me is. En of het me überhaupt wel staat. Maar bij de Pull&Bear stonden er... er staan natuurlijk altijd foto's van het model. Maar er stonden nu ook foto's bij. Of er stond één foto bij. Van gewoon iemand anders die dit item had gecombineerd. En dat vond ik zo leuk hoe zij dat had gecombineerd. Ik dacht, ik moet dat ook. Dus het is dit witte blouseje. Hij loopt best wel wijd. Maar zij had hem dus gecombineerd met een witte top eronder. Een wit crop topje. En dan met een soort rode broek. Eigenlijk een soort van broek die ik net liet zien. En ik vond het zo leuk. De mouwen lopen drie kwart en dus zo lekker wijd. Kijk, ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Maar hoe leuk ziet deze outfit eruit. Echt, zij ziet er prachtig uit. Maar kijk die outfit. I love it. Echt, ik was helemaal verliefd. Dus ik moest deze blouse ook bestellen. Dus ja, dat is in ieder geval deze blouse. Lekker zo'n linnen stofje. Helemaal leuk. Ik heb hem in een maatje M en hij kost €19,99. Ik vind het zo jammer dat ik niet meer op vakantie ga. Ik heb hier namelijk het volgende item ook gelijk. Het laatste item van de Pull&Bear. En ik weet ook weer niet of ik dit nu ga dragen. Maar het is een heel leuk jurkje. Een groen jurkje. Bij de aanbieder kun je deze... Ik ben echt bang dat ik dit dadelijk een keer in een kaas laat vliegen of zo. Maar het is dus een heel leuk groen jurkje met een strik aan de voorkant en een V-hals. En ik vind hem gewoon helemaal leuk. Hij heeft een soort driekwart mouwtjes. Loopt ook weer wat wijder uit. En het is dus ook weer een soort linnen stofje. Ja, ik vind de onderkant ook echt super mooi zitten. En aan de achterkant zit hij zo. Hij heeft trouwens ook een rits die je hier kunt zien. Ik zie dat ze hem ook nog in het wit hebben. Maar ik heb hem dus in het groen in een maatje S. En hij kost €35,99. Dat was alles van de Pull&Bear. En dan gaan we nu door met de Bershka. Ik ga alle items er eerst even uithalen. En kijk even naar de kleurtjes van de items van de Bershka. Ik begin eindelijk een beetje kleur in mijn kledingkast toe te voegen. En ik vind het helemaal leuk. Toen ik deze bestelling plaatste, was er nog sale bij de Bershka. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Volgens mij wel. Volgens mij heeft bijna iedere winkel nog wel een beetje sale. Dus ik heb een aantal items uit de sale besteld. Maar ik heb ook een aantal nieuwe items besteld. Dus ik ga gewoon eerst even beginnen met de items die ik uit de sale heb besteld. De allereerste twee items zijn hetzelfde, maar dan in een andere kleur. Namelijk van die superleuke korte broekjes. De eerste is namelijk deze groene. Hoe leuk! En het is een soort plissé stof of plissé stof. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt, maar
Het is super mooi. En deze groene kleur weer echt, I love it. En hetzelfde broekje dus in een andere kleur, namelijk gewoon basic zwart. Ik weet ook van deze items al hoe ik ze pas, of ik ze leuk vind, of ik ze ga houden. En deze twee broekjes ga ik houden. Of niet ik, maar mijn zusje. Zij gaat namelijk wel nog op vakantie. En zij wilde ze heel graag. Ik had hier namelijk al een TikTok van gemaakt. En ze stuurde mij gelijk zo'n DM van: Zenne, waar heb je ze gekocht? Hou je ze? Anders wil ik ze. Dus ja, zij gaat nog op vakantie. En we kunnen hier natuurlijk ook samen mee doen. Dus dat is heel erg handig. En als je bijna allebei dezelfde maat hebt. Ze zijn ook heel stretchy. Dus in principe past zij en ik dit ook echt wel. Ik heb ze allebei in een maatje XS. En ze kosten nu €11,19. Dan gaan we door met nog een keer twee items. Die hetzelfde zijn, maar dan weer een andere kleur hebben. Dat zijn namelijk deze bandeau topjes. Ik vond deze ook echt zo mega leuk. Dit is namelijk de allereerste. En dan heb je dus precies dezelfde ook in een andere kleur. Namelijk ja, wit met paars lila. Ik vond het ook zo leuk voor de zomer. Ja, ik vond ze gewoon echt super leuk. Ze hebben ook een beetje een wat dikker stofje. En ze hebben dus bij je borst, hebben ze hier zeg maar zo'n twist. En dan zit er een gat. Dus als je een BH aan hebt, zie je dat eigenlijk wel. Dus dat is een beetje een struggle waar ik mee zit. Ik draag namelijk niet graag geen BH. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet doen. Ik vind het namelijk zonde om het te houden. Maar ze waren wel heel goedkoop. Maar ik weet niet of ik ze ga dragen. Dus ik vind het dan een beetje zonde. En dan kan ik het maar beter weer terugsturen. En dan kan misschien iemand anders het kopen die dit wel gewoon vaker gaat dragen. Ik heb ze allebei in een maatje S en kosten €5,99. En dan het allerlaatste van de sale is dit prachtige gele topje. Ik hou echt van geel. Ik hou sowieso echt van kleur. Ik vind het echt heel leuk. Het is echt zo vrolijk. En vooral in de zomer. En ik heb echt niks geels in mijn kast. Geloof het of niet. Maar ik vond deze echt zo leuk. Ik ben zo erg aan het twijfelen wat ik hiermee moet doen. Ik vind hem echt heel leuk. Je kunt zien, het is dus ook weer zo'n strapless topje. En dan loopt hij dus een beetje gedrapeerd zo in het midden. Aan de achterkant is het gewoon een bandeau top. Hij heeft hier aan de bovenkant en ook aan de andere kant heeft hij zo'n anti-slip dingetje. Dus dan glijdt hij niet zo makkelijk af. Je kunt ook zien, aan de zijkant heeft hij nog een rits. Super fijn voor met aantrekken. Deze heb ik in een maatje S en kost ook €5,99. Dan gaan we door met de laatste twee items. En deze zijn gewoon uit de normale collectie van de Bershka. Dus die kun je nu nog verkrijgen. Als allereerste deze gave broek. Ik vind hem zo mega leuk. Het is namelijk deze paarse satijnen broek. Ja, ik ga het zo vaak zeggen, maar ik vind het gewoon echt een gave broek. Ik heb hem alleen al gepast en hij is echt te klein. Hij zit bij mijn kont echt veel te strak. Vooral als ik dan mijn hand in de broekzak doe, dan trekt het helemaal. Dus ik had hem helaas in een maatje groter moeten bestellen. Het is dus echt zo'n lekker lange, wijde broek. Heerlijk met gewoon een wit of een zwart topje erboven. Leuke slippertjes of sandaaltjes eronder, hakjes. En dan is het helemaal ready. In de binnenkant heb je nog twee van die touwtjes die je kunt knopen. Er zit gewoon stretch in, maar hij zit bij mij gewoon echt net iets strak. Zoals ik al zei, hij heeft dus zakken aan de voorkant en verder geen zakken aan de achterkant. Ik heb deze dus in een maatje XS, maar ik denk dat een S iets beter had gepast. Maar deze kost in ieder geval €25,99. En dan alweer het allerlaatste item van deze shoplog is dit hele leuke shortje. Het lijkt meer op een rokje, dus het is weer een skort. Maar het is dus wel echt een broekje. Als eerste deze geweldige kleur. Ja, zoals ik al zei, ik ben op vakantie geweest. Ik ben alweer heel wit, want in Nederland hebben we bijna geen zon. Dus mijn bruine kleurtje gaat er snel weer af. Maar het is dus een geweldige rood, koraal, oranje-achtige kleur. Ik vind het echt helemaal geweldig. Alleen deze is te groot. Ik heb hem in een maatje S. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ik haal altijd alles in de maat XS, maar deze heb ik in de maat S en die is dus ook te groot. Ja, het heeft een superleuk stofje. Het is een beetje een soort katoenachtig. Hij heeft een rits aan de achterkant. En zoals ik al zei, het is dus een broekje. Verder, hij heeft geen stretch. Het is echt gewoon zeg maar dit en meer niet. Dus dat is misschien ook wel handig om te weten. Ik heb hem dus in een maatje S en hij kost €19,99. En dat was dan alweer het allerlaatste item van deze hele shoplog. Het is echt weer mega veel, maar de items zijn natuurlijk weer super leuk. Ik ben zelf heel benieuwd naar wat jouw favoriete item was van deze hele shoplog. Dus laat me dat zeker weten hieronder in de reacties. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd waar jij vindt dat ik de volgende keer moet gaan shoppen. Dus laat me dat zeker weten hieronder in de reacties. Het kan echt iedere webshop, winkel zijn. Laat het me gewoon weten, want dat zou mij heel erg helpen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker even om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!